Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht komen er lokaal perioden met buien voor, frequenter in het binnenland. Tijdens de nacht zal het overwegend droog zijn. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich in enkele gebieden mogelijk nevel en mist. Morgen, zaterdag 31 december, wordt in de ochtend een enkele regenbui verwacht. In de middag komen er lokaal perioden met buien voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat op 31 december het lokaal winderig zal zijn met mogelijke windstoten.